Iedere seconde sterven er in ons lichaam 1 miljoen cellen en worden er weer zoveel aangemaakt. Dat betekent een turnover van 100 miljard cellen per dag. Celsterfte is een manier om overtollige, verouderde, beschadigde cellen te elimineren en speelt een cruciale rol in het stoppen van bacteriële of virale infecties. Het beschermt ons lichaam ook tegen het ontstaan van kanker. In een gezond lichaam sterven cellen door apoptosis. Dat is een stille en schone manier van doodgaan, waarbij stervende cellen signalen uitsturen om opgespoord, herkend en opgegeten te worden door andere cellen. Stervende cellen sturen ook signalen uit om het immuunsysteem gerust te stellen. Niets aan de hand, dit is een normale situatie. Maar er bestaat ook een agressievere vorm van celsterfte. Necrosis. Dit komt samen met apoptosis voor bij infecties, sepsis, orgaantransplantaties, infarcten, beroertes en zware ontstekingen. Tijdens dit proces zwelt de cel op tot ze barst en zogenaamde schade geassocieerde moleculaire patronen of damps vrijgeeft. Ons immuunsysteem reageert op deze damps met ontstekingsreacties. Heel wat ziektes kunnen verklaard worden door slecht afgestelde celsterfteprogramma's. Bij kanker wordt celdood geblokkeerd, waardoor cellen niet afsterven zoals het hoort. Bij auto-immuunziekten, sepsis, orgaantransplantaties, hartinfarcten, beroertes en degeneratieve ziektes gaan de cellen dan weer te snel dood, met ontstekingsreacties tot gevolg. Het VIB wil beide processen beter begrijpen en therapieën op punt stellen die de celdoodprocessen bij ontstekingsziekten vertragen of blokkeren en deze processen net stimuleren bij kanker.